Mijn droom is nu echt om in de top 100 te komen en alle Grand Slams te spelen. Dat lijkt me echt het allermooiste. Op tv te komen en de grootste toernooien aan mee te doen, lijkt me echt geweldig. Mijn naam is Zachary Eizinga. Ik ben proftennisser en sta in de top 1000 van de wereld. Ik begon met tennis toen ik 10 jaar oud was. Daarvoor deed ik twee andere sporten, dat was judo en waterpolo. Ik ben gaan tennissen door mijn broer. Die wilde een keer wat anders doen. Ik ging een keertje mee en ik vond het eigenlijk meteen helemaal geweldig. Ongeveer na een jaartje of twee, toen het bleek dat ik wel er best goed in was, ben ik meteen er vol voor gegaan en was mijn droom toen al om prof te worden. Onder 14, toen haalde ik mijn hoogste jeugdranglijstpositie. En dat mijn trainer ook echt, dat we het er echt over gingen hebben om prof te worden. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik ook echt besloot om school op een lager pitje te zetten en vooral vol voor tennis te gaan. Sindsdien is het elk jaar gewoon mijn schema een beetje groter geworden, wat zwaarder, wat serieuzer. En nu ben ik op het punt bereikt dat ik eindelijk prof ben geworden vorig jaar. Tennis is gewoon een superleuke sport omdat het zo verschillend is. Je kan allemaal verschillende tactieken spelen. Het is niet eenzijdig. Er zijn altijd nieuwe dingen die je kan leren. Het is een super moeilijke sport. Er komen heel veel andere dingen bij kijken. Niet alleen slagen, ook het mentale aspect is super moeilijk. Bijna elke dag met je sport bezig zijn. Dus vroeg naar bed, goed eten, veel trainen. Rekening houden met je rust, dus niet altijd alles andere dingen doen, zoals even een potje voetbal op straat als wanneer je eigenlijk moet rusten. Dat was voor mij het lastigste, omdat ik eigenlijk heel erg van sporten hou en soms moest ik dan geen andere dingen doen, dan moest ik echt rusten omdat ik al heel veel had getraind. Maar het is niet dat ik feestjes of andere dingen mis wat je anderen altijd hoort, daar heb ik ook niet zoveel mee. Dus voor mij is het tennis gewoon het leukste, vind ik. Ik train 5 uur per dag en soms iets minder, soms iets meer. Dus dat zijn 2, 3 keer per dag trainen en dan gaat school niet meer. Ik heb 1 rustdag en of als ik heel erg moe ben, dan kunnen we een iets rustiger aandoen op een dag. Maar voor de rest is het gewoon doortrainen. Ik denk dat mijn kwaliteiten op de tennisbaan zijn dat ik eigenlijk alles wel best goed kan. Ik heb niet per se 1 hele goede slag, maar dat ik best wel allround ben. En dat wel mijn service die steekt er wel bovenuit van de rest, denk ik. Iedereen heeft eigenlijk wel 1 slag als tennisser die je gewoon vanaf het begin af aan heel goed aanvoelt of natuurlijk ligt. En dat was bij mij de service. Dus zo is dat gewoon, die heb ik gewoon steeds verbeterd natuurlijk. Hij kan nog steeds veel beter. Hij is nog niet zoals de profs, maar of als echt de top 10 van de wereld of top 100. Maar dat is voor nu wel mijn specialty. Mijn motivatie komt wel van dat ik heel graag in de top 100 wil komen. Dat ik me ook snel zorgen maak van als ik niet genoeg train, dat ik dan niet goed gaat. En als je bijvoorbeeld tennis kijkt of je raakt heel erg geïnspireerd. Of de vorige dag heb je iets getraind wat heel goed ging. En dan wil je het graag de volgende dag weer in punten toepassen en zo. Dus daar komt wel mijn grootste motivatie vandaan. Mijn favoriet en voorbeeld is ook wel Djokovic, want ik speel zelf ook een beetje. Het liefst speel ik wel toch wel ietsje agressiever, maar de basis is wel, wil ik wel zoals Djokovic spelen. De mensen om mij heen, eigenlijk echt alle mensen halen alle druk wel weg, dat proberen ze tenminste. Die zeggen juist, ja, je hoeft helemaal geen druk te hebben. Ja, speel gewoon lekker. Dus de meeste druk komt eigenlijk van mezelf, maar dat komt gewoon omdat je graag wil presteren.
En toch onbewust, ook al zeggen die mensen dat, wil je toch het laten zien dat je het kan en dat ze blijven geloven. Ik heb in 2017 mijn grootste blessure gehad, dat was aan mijn pols. Ik was er 7 of 8 maanden uit, dat was een pace. Dus ik kon de eerste 2 maanden niet eens een racket vasthouden, dus ik heb met links doorgetraind. En ik heb heel veel fysiek gedaan, dus dat heeft wel heel erg geholpen. Uiteindelijk bleek het voor mij best een goede break te zijn, want ik zat er mentaal een beetje slecht in rond die periode. Ik had even rust in mijn hoofd, geen toernooi, geen stress. En uiteindelijk kwam ik echt super sterk terug, vooral omdat ik heb doorgetraind met de andere dingen die ik wel kon doen. En toen werd ik meteen Nederlands kampioen. Ik ben opgegroeid en geboren in Amsterdam. Je kan hier echt alles doen, alles is goed geregeld. Ik ben er trots op om een echte Amsterdammer te zijn. Ik vind mezelf wel gewoon talentvol genoeg om de top 100 te halen, als ik eerlijk ben. Het gaat toch wel om de wedstrijd en als je daar niet presteert, dan kan je wel goed op de training zijn, maar dan kom je niet echt in de picture.